Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas. Vlogmas dag 9 alweer. En even een momentje stilte voor mijn outfit. Ik heb ook geen BH aan, dus mijn tieten hangen bijna op de grond. Maar het is vandaag maandag. En op maandag ga ik eigenlijk altijd mijn huis schoonmaken. Maandag is namelijk schoonmaakdag. Dus misschien dat je je afvraagt, hoezo sta je dan in de lift en ga je nu richting de auto? Nou, omdat mijn moeder heeft gisteren de kerstboom opgezet voor het eerst in jaren. En nou vroeg ze vanochtend weer of ik kwam en toen dacht ik, ach, ik kan wel even een koffietje drinken bij mama en dat ik dan daarna meteen ga poetsen en schoonmaken. Dus op naar mama. Ik ben inmiddels bij mama aangekomen. Coco, ik heb iets voor je. Ga eens kijken. Coco, kom eens kijken. Bosje, kom maar. Krijg ik een pootje? Oh. Er zit allemaal poeder van dat ding in. Nou, dan gooien we maar weg. En dit is natuurlijk de kerstboom. Kijk eens aan. Hij is echt groot, man. En de piek past er niet op. Nee, ik snap dat wel. Wat is er voor een stok? Ja, die komt niet overheen, dus dan moeten we afgeknipt worden. Met een tang. Maar hoe lang geleden had je voor het laatst een kerstboom? 11 jaar. 11? Ja, 12. Oftewel voor het laatst gewoon toen jullie nog samen waren? Nee, jij hebt een kerstboom gehad in Beuningen, weet je nog? Ik weet niet waar die is gebleven. Die heb jij toen gehad. Ook een neppe. Ja, die heb je toen meegenomen op kamers geloof ik. Ja, en die heeft Mariette nu. Die heb ik weer, die had ik weer doorgegeven aan Mariette toen. Maar dat was de laatste boom. Ja, ik had elk keer een krans, hè. Wajow. Krans is ook heel leuk. Nou, ik zou het papiertje weggooien. Want er komt allemaal poeder soort van shit uit. 11 jaar geen boom. Ik kan me echt niet voorstellen. Ik heb nog nooit geen boom gehad. Altijd wel iets. Ja, maar dan lijkt het dat ik helemaal niks had. Maar dan had ik toch wel. Ja, dat is waar. Ze had de kerstkrans en het plafond hangen. Ja. Maar een boom heeft toch wel iets meer. Ik moet wel zeggen, iedere keer als ik naar dit plaatje kijk, dat ik heel snel in een oogopslag iets anders denk. Wat? Ja, die drinken. King the drinks. Het is een kunstwerk van iemand. Oh, het lijkt net als je heel snel kijkt alsof ze standje 69 aan het uitvoeren zijn. Ja, hij heeft haar wel zo vast aan zijn hangen bij de benen omhoog. Dat wel. Het is een bijzonder plaatje. Nou goed. Zo. En bijzondere mandarijnes. Met blad er nog aan. Nou. En bijzondere koekjes. En koekjes. Oh ja, die zijn er alweer natuurlijk. Ja, die zijn zo lekker van hun. Een vriendinnetje van mij die heeft het altijd over die kerstkoekjes van Bolletje. Oh, maar deze zijn ook zo. Kerststerren of zo. Dat zijn ook roomboterkoekjes. Ja. Ik ben meer van Sinterklaas snoepgoed, maar daar heb ik in ieder geval genoeg van ingeslagen. Oliemelding. Wat is dit? Je hoeft niets te doen. Godverdomme. Heb jij er niet dan? Nou, ik schrik met een pleuris, joh. Je moet ook een. Oh, ja, wel. Ik heb hem ook gehad. Maar mijne gaf niet zo'n teringherrie. Ja, je moet het wel horen. We hebben geen mondmasker. Nou ja, ik hoorde hem niet, maar bij jou gaat het hele alarm af. Noodmelding. Waar is dit dan voor? Gewoon een controle. Ja, doen staat bij, dus we zijn allemaal kijken of... Ik kom net van mijn moedertje af. Ik ga nou weer richting de auto. En ik heb rozen van haar gekregen. Heel erg lief. Dus die ga ik soms in thuis lekker in een vaasje zetten. En dan komt mama waarschijnlijk zaterdag naar mijn kerstboom kijken. Want dat heeft ze ook nog niet gezien. Dus gezellig. Echt leuk. Ik vind rozen denk ik een van de mooiste bloemen die er zijn ook. Waiting now for you to come.
It's cold again, but I know we'll be warm sitting by the fire and dream. Tell me again with a whisper, little things that I wanna hear. Okay, ik heb net de vlog geëdit voor morgen. En nu dacht ik, ik ga heel even dit ding installeren. En ik ga jullie meteen even laten zien hoe dat dan precies werkt. Dit is wel echt top. Nou, los van het feit dat het er gezellig uitziet, een lopende kerstboom, is het gewoon heel veilig. En nou ja, ik woon in de stad. Eerst liep ik nog wel eens langs het fietspad. En dan is het helemaal fijn dat mensen zien dat je een hond bij je hebt lopen als het 's avonds als het vroeg donker wordt. Het is sowieso fijn als mensen ook je hondje zien. Ik vind het ook fijn als ik zie dat mensen honden bij hun hebben. Ook voor andere mensen met honden. Maar ook voor weggebruikers is dat gewoon prettig. Nou, dit is het snoertje. Die heb ik toevallig nog van mijn oude. Want ik had deze dus in het groen. Die is alleen kapot gegaan. Ik heb deze bij het tuincentrum gekocht en hij kost €12,90. En dan krijg je dus zo één. En dit is trouwens wat hij doet. Je kan hem ja, op verschillende standen aanzetten, maar ik zet hem altijd gewoon op deze aan. Het is gewoon belangrijk dat je ziet waar de hond is. En dan zie je hier dat je hem dus af kan knippen. Nou, en ik kan me voorstellen dat je de eerste keer dat je dit ziet, dat je denkt... afknippen, maar het is dus echt zo. Je kan dit gewoon afknippen. En je denkt, werkt het dan nog steeds? Ja, dan werkt het dus nog steeds. Want je haalt dit eraf. Dit rode gedeelte kan je er dan afhalen. Want als het goed is, werkt hij nou nog. Zie je? Het is echt zo'n bizar systeem. Dit gedeelte haal je er dan af. Dan gaan we nu meten bij Pip hoe groot hij moet zijn. Pip heeft maar een klein nekje. Het is ongeveer zoiets. Dan knippen we er dan gewoon af. Ik knip letterlijk ook het draadje af. Hij is best wel groot, maar... Tada! Dan ben je een rode kerstboom, Pip. Maar ja, dan ben je tenminste goed zichtbaar. Nou, we gaan hem vanavond wel even testen. En als ik vind dat hij nog kleiner moet, dan ga ik hem nog kleiner maken. Maar dit is dus een tip. Oké, het is weer tijd voor de adventkalenders. En ik heb er helemaal zin in vandaag. Dat komt misschien omdat het eerste pakje wat ik pakte van Rituals wederom een groot doosje was. Dus ik ben erg benieuwd. Oh, ik zie nou pas dat er ook allemaal quotes op staan. Christmas magic. Do good. Do good. Ik ben zo slecht in talen, jongens. Echt. Do good. And good will come your way with this body cream from the Ritual of Karma. Ritual of Karma. Wat een geur is dat ook alweer. Oeh. Oh, heel lekker. Wat een mooie kleur. Dan krijg je een beetje een wellnessgevoel van. Heel erg lekker. Ja, die dingen van Rituals. Die gebruik ik altijd echt met zoveel liefde. Ik heb nu al helemaal zin om te gaan douchen en te gaan insmeren met dat. En dan Essie, nummer 7. Een kleintje in het wit. Ik denk... dat deze ook een dun kwastje heeft. Dat je er zeg maar... Oh nee, hij heeft wel gewoon een groot kwastje, zie ik. Ik dacht, misschien kan je daar anders figuurtjes of zo mee maken. Als een soort van pennetje. Nee, het is gewoon een witte nagellak. Maar goed, ook heel welkom natuurlijk. Dan die van Douglas. Ik ga wel meteen even een mesje erbij pakken. Want zowel die van Douglas als die van Pip zijn best wel moeilijk om eruit te halen. Nummer 7. Zit rechtsbovenin. Wel een bijzondere vorm, moet ik zeggen. Oh! Het is een beauty sponsje. Dus zeg maar een soort van namaak beauty blender. Is dit dan zeg maar voor je foundation? En dat je hem dan op deze manier zeg maar bij je concealer kan gebruiken? Heel eerlijk. Ik heb nog nooit afgeweken van de beauty blender. Dat is echt mijn grote liefde wat betreft make-up sponsen. Maar...
Nu heb ik er eentje, dus deze ga ik zeker weten testen. En ik ga nog laten weten wat ik hiervan vond. Ik zal hem morgen anders eens proberen. Ik moet zeggen, mijn foundation breng ik altijd aan met mijn handen. Dat werkt naar mijn inzicht het allerbeste. Omdat, of dat nou deze of een beauty blender is, een sponsje en een kwast gewoon altijd zoveel product opneemt. En dat vind ik gewoon zonde van het product, want ik gebruik best wel een dure foundation, Estée Lauder Double Wear. Waar ik ook niet van afwijk. Ik ben zeg maar echt super trouw aan mijn favoriete producten altijd. Maar ja, dat vind ik dus zonde. Maar als ik het eenmaal heb aangebracht, dan dep ik het wel met een beauty blender in. Omdat soms willen er nog wel wat vegen ontstaan. Omdat je het met je vingers aanbrengt. Je kan het ook deppen. Maar daar ben ik altijd iets te ongeduldig voor. En als ik het heb afgesprayed met een fixing spray, dan dep ik het ook altijd nog even in met de beauty blender. Dus ik gebruik hem iedere dag. Niet per se echt om een foundation mee aan te brengen. Maar wel om het mooi te laten blenden met mijn huid. Dus ik ben benieuwd of deze daarvoor geschikt is. En voor concealer lijkt me dit dus wel echt heel handig. Dus ik laat het jullie nog weten. Dat is dus wel heel leuk. Want ik heb nog nooit eerder een beauty adventkalender gehad. Dus ja, dit soort producten verwacht ik ook niet per se. Dan de Cosmity. Lekker een theetje. En de thee van vandaag is English Breakfast Blend of Black Teas van Asia. Mooie verpakking. Dan natuurlijk de Easy Toys adventkalender. Ik denk de kalender waar we allemaal stiekem het meest altijd om smachten. Wat zal er vandaag weer in zitten? Als ik hem kan vinden, 7, zeker. In een mooi koper doosje. Het klinkt als een toy. Maar niets is minder waar. Het is een glijmiddel. Want ja, ook dat mag niet ontbreken in je nachtkastje. Altijd handig om in huis te hebben. Hij is waterbestendig, ook heel handig. En dan natuurlijk de allerleukste stiekem. Want de krijger zit al met smacht op dit moment te wachten. De kalender van Pippedijn. Zou ik jullie trouwens stiekem iets bekennen? Volgens mij ben ik een beetje opgelicht met deze kalender. Ik heb namelijk voor bol.com gekocht voor de hoofdprijs. En dan krijg ik van jullie allemaal te horen dat je deze kalender gewoon lekker bij de Action had kunnen kopen. Nou, verbaast me dat niet, want kwalitatief is het niet per definitie de allerbeste kalender. Hij scheurt echt aan alle kanten uit elkaar. Maar voor Pip maakt het natuurlijk geen reet uit. Alleen ik denk niet dat jullie er bijna 20 euro voor hebben betaald en ik wel. Maar goed, oh wel, wijze les voor volgend jaar. Het is wel een leuk cadeautje voor vandaag, want het zijn namelijk kerstballen. Kijk eens hoe leuk. Ga maar zitten. En een pootje, en een ander pootje, en een ander pootje. Rustig zitten. Het is inmiddels best wel weer laat. Het is 11:15. En ik ga in bed. Ga ik Alles is Liefde terugkijken. Alles is Liefde. Lang leven de liefde. Dat is echt zo'n fantastisch programma. In tegenstelling tot First Date zou ik daar dan weer nooit aan meedoen. Ik word al naar bij het idee dat ik 24 uur met iemand moet zijn waarmee het dan niet klikt. En dat je echt zo die tijd moet uitzitten. Maar ik ben heel blij dat andere mensen het voor mij doen. Dus dat ga ik lekker kijken in bed. Lies was hier net nog eventjes. We hebben heel gezellig nog wat oude vlogs zitten kijken en zitten kletsen. En dat. En nu ga ik lekker naar bed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En dan zie ik jullie morgen weer met een nieuwe vlogmas. Doei! Doei!